1 is geen sleepnet. Voorzitter, geen sleepnet. Daar begin ik mee. De angst voor een sleepnet met al het internetverkeer van iedereen is groot. Ik geef de heer Verhoeven namens D66 als eerste spreker het woord. En de heer Verhoeven heeft 75 minuten ingevuld als spreektijd. Voorzitter, het mogen duidelijk zijn, ik heb veel zorgen bij dit wetsvoorstel. De 27 pagina's aan vragen van mijn fractie in de voorbereidende ronde en mijn 20 amendementen die ik straks ook zal toelichten en de 75 minuten spreektijd die ik heb aangevraagd, die gaven natuurlijk al wel een hint van het feit dat D66 zich over deze wet zorgen maakt. En ook daarom vind ik het belangrijk om uitgebreid het woord te voeren, zodat iedereen die het debat volgt, thuis of hier op de publiekstribune, ook ziet dat het parlement deze ingrijpende wet, want het is een hele ingrijpende wet, laten we dat niet vergeten, serieus behandelt. En het grootste verschil met de huidige wet uit 2002 ligt in de uitbreiding van de bevoegdheden. Voortaan mag niet alleen de ether, de lucht, breed afgetapt worden, maar ook de communicatie over internetkabels. Onderzoeksopdracht gericht, noemt het kabinet dat in de wet. En in de volksmond heet dat dan een sleepnet. En ik heb dus 5 hoofdthema's waarvan D66 zegt dat de wet verbeterd moet worden. En dat zijn de volgende 5. 1 is geen sleepnet. Voorzitter, geen sleepnet, daar begin ik mee. De angst voor een sleepnet met al het internetverkeer van iedereen is groot. Voorzitter, ik rond af met een hele korte conclusie. Namelijk dat het voor mij zeer goed en voor mijn fractie ook zeer goed denkbaar is dat de AIVD en de MIVD toegang krijgen, bredere toegang krijgen moet ik eigenlijk zeggen, tot de kabel. Maar dat dit dan wel voorzien moet zijn van betere wettelijke waarborgen en veel scherper toezicht. Ik heb in mijn 5 kernpunten aangegeven waaraan mijn fractie tijdens de behandeling en ook de behandeling van onze amendementen de wet zal toetsen. En die heb ik in het afgelopen uur uiteengezet. Ik herhaal ze nog even kort. Geen sleepnet. Dus geen sleepnet. Sterk toezicht. Geen omwegen in de vorm van sluiproutes. Was punt 3. Verantwoorde data-analyse. En betere afweging voor buitenlandse samenwerking. Dat zijn de 5 hoofdpunten. Ik vind dat de wet op het gebied van het aftappen van onschuldige burgers te ver gaat. Want het maakt het mogelijk om lange tijd hele grote groepen mensen af te luisteren zonder dat ze schuldig zijn aan iets. Dat sleepnet moet iets minder grofmazig. Het moet meer gericht zijn op een concrete aanleiding om iemand te gaan volgen. Dat hebben wij geprobeerd te veranderen in de Tweede Kamer tijdens de behandeling met allemaal wetswijzigingsvoorstellen. En is niet gelukt. En uiteindelijk heb ik toen tegengestemd. En wat meneer Van Raak bedoelt met de sleepwet is de wet op de inlichting en veiligheidsdienst. Dus als je het over de AIVD hebt, is het ook logisch dat je refereert aan de wet die over de AIVD gaat. En heeft de heer Verhoeven samen met mij, bij de behandeling van die wet, heel hard geageerd tegen die sleepnetfunctie. Hij heeft, ik weet niet hoeveel amendementen ingediend, hij wist niet hoe snel die moest zijn. Onder andere over die sleepnetfunctie. En nu hoor ik hem zeggen dat er eigenlijk helemaal niet sprake is van een sleepnetfunctie in die wet. Overigens gingen die op één na helemaal niet allemaal over het sleepnet. Die gingen allemaal over verschillende onderdelen van die wet. En uiteindelijk hebben wij toen na lang wikken en wegen tegengestemd, omdat wij vonden dat we totaal niet serieus genomen werden. En wij vonden dat de aanpassingen wel degelijk hadden moeten worden overgenomen. Die wet is uiteindelijk aangenomen in beide kamers. Die wet is dus een feit. En vervolgens kwam er een formatie. En toen hebben we in het regeerakkoord een aantal zinnen opgenomen om ervoor te zorgen dat er geen sleepnet kan, mag en zal zijn. Ik heb dus daarna als parlementariër de tweede mogelijkheid die ik had aangegrepen om de scherpe kantjes van die wet af te halen. Maar het is wel goed om te constateren dat ook volgens D66 sprake is van een sleepnetfunctie in de nieuwe wet op de inlichting en veiligheidsdiensten en dat dat ook het onderwerp is van het referendum. Dus allereerst zie ik ook uit naar het debat, onder andere met de SP. Ik hoop dat het debat van de kant van de SP dan minder doorspekt wordt met allerlei leugens en bedrog over de inzet van het onderwerp. Zo is het bij het Oekraïne-referendum totaal de mist ingegaan. Ik wil graag een inhoudelijk debat over deze wet. Laten we beginnen met de juiste naam voor deze wet. Het is de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten, de WIF. De vraag van het referendum gaat niet over een sleepnet of een sleepwet.
wet. Het gaat over die hele wet, of je daar voor of tegen bent. Dus alle frames en andere onjuistheden in het debat zou ik vanaf nu graag niet meer willen horen. En dan krijgt de heer Van Raak het serieuze inhoudelijke debat waar hij zo om smeekt. Voorzitter, zoals D66 weet is nu juist de onderzoeksopdracht gerichte interceptie de sleepnet in de wet die gewoon in werking treedt nu per 1 mei. Korte reactie. Ja, ik vind het ronduit stuitend. Want het is een hele ingrijpende wet. Laten we dat niet vergeten.